Walvissen, de grootste zoogdieren die op onze planeet voorkomen, komen er hun omvangrijke buiken vol stoppen met kril. Tijdens de Zuidpoolwinter, wanneer de krilkreeftjes verdwenen zijn, verblijven de walvissen in tropische of subtropische wateren. Daar worden ook hun jongen ter wereld gebracht. Om te overleven, teren ze op de voedselreserves die ze in de zomer hebben opgebouwd. Vanouds jaagde de mens op walvissen. Het vlees diende aanvankelijk louter als voeding. Later werd de dikke speklaag van deze dieren gekookt tot traanolie. Dat was in het begin van de vorige eeuw een belangrijke grondstof voor zeep en de olie werd gebruikt als lampolie en smeermiddel. De Antarctische walvisvaart op grote schaal begon in 1904 met de bouw van een verwerkingsfabriek in South Georgia, net boven de Zuidpoolcirkel. In 1925 werden de eerste fabrieksschepen gebouwd en kon de verwerking op zee plaatsvinden. Nederland hervatte in 1946 de walvisvangst in de Zuidelijke IJszee. De walvisvaarders waren nationale helden. Op 27 oktober 1946 vertrok walvisvaarder de Willem Barendsen uit Amsterdam. Op de kade zag het zwart van de mensen. 8 schepen voeren met de Willem Barendsen mee. Het belang van traan bleek net zo belangrijk te zijn als die van de huidige aardolie. De prijs is gestegen en ze trokken steeds meer goudzoekers aan. Met harpoenkanonnen jaagden de mannen op walvissen die daarna op het schip werden verwerkt. Het was een vies en zwaar werk. Toch kwam er een kink in de kabel. De hoeveelheid walvissen was niet oneindig. Daarom richtten de landen die meededen aan de walvisvaart in 1946 de Internationale Walvisvaartcommissie op. Hierin spraken ze af hoeveel walvissen gevangen mochten worden. Juist toen Nederland met een nieuw schip meer walvissen wilde gaan verwerken, besloot de IWC dat Nederland de walvisvangst moet beperken. Nederland stapte boos uit de commissie, maar het hielp niets. De vangsten liepen langzaam terug en de hoge kosten konden niet worden terugverdiend. In 1964 werd de nieuwe walvisvaarder aan Japan verkocht. Dat betekent het einde van de Nederlandse walvisvaart. Antarctica is ons ongerepte continent, maar toch heeft het ook te lijden onder de vervuiling.
Milieubeschermers waken erover dat het strenge verdrag van Antarctica niet met voeten betreden wordt. Zonder dat verdrag zou het continent al lang in een vuilnisbelt veranderd zijn. Ooit stond er zelfs een kernreactor in Antarctica. Nu lijkt de grootste bedreiging en vervuiling te komen van het toenemende toerisme. En dan is er nog het gat in de ozonlaag. Ozon heeft de eigenschap de ultraviolette stralingen van de zon te absorberen. Maar boven de Zuidpool is door het gat deze bescherming afwezig. Een teveel aan UV-straling veroorzaakt kanker. De straling tast ook de ecosystemen van de grote oceanen aan. Het kwetsbare leefmilieu in Antarctica heeft daarbij ook nog eens te lijden onder de opwarming van de aarde. Steeds meer ijsplateaus brokkelen af. Steeds meer gletsjers zijn aan het smelten. We zijn onderweg naar een nieuwe zonvloed. Als ze op een grote schoon vis stuiten, jagen de dolfijnen met 100 of meer soortgenoten samen om elkaar bij de visvangst te helpen. Als de vissen willen ontsnappen, geven de dolfijnen elkaar met geluiden aanwijzingen en drijven zo de vissen bijeen. De dolfijn is een van de meest intelligente diersoorten op aarde, die vist om te overleven. De mens daarentegen jaagt ook vaak voor zijn plezier. Het is maar wat je leuk vindt.